televisie is echt kapot dood. Maar online is here to stay en Poont was daar als een van de eerste bij. Steun ons en word lid. Klik op de link en betaal eenmalig €5,72. We hebben je echt nodig. Richard, wat een eer. Ik sta hier volgens mij naast de nieuwe burgemeester van Den Haag. Ja, als je de poll van Omroep West moet geloven, wel. Dat geeft mij natuurlijk een enorme opsteker om door te gaan met het goede werk. Dat zoveel mensen in de stad achter mij en achter mijn partij staan. Het zou wat zijn, want hij is eigenlijk met pek en veren het IJspaleis uitgedonderd. Dat hij dan zo'n comeback maakt als burgemeester. Ja, schandelijk eigenlijk hoe hij eruit gegooid is. Ik blijf zeggen dat een hele smerige streek is geweest. En dat zal ik dadelijk uitkomen. En als hij dan dadelijk als burgemeester gaat solliciteren. Ja, weet je, het volk heeft gekozen. Richard past precies in het profiel wat ze gisteren kenbaar hebben gemaakt. Er is een profielschets gemaakt, maar liefst 6 pagina's dik. Wie moet het worden? Ja, natuurlijk onze Richard. Zeker weten. Ik bedoel, een betere man van Den Haag kunnen we ons niet wensen. Over een paar maanden is het zover. Den Haag aan een nieuwe burgemeester. Wie moet het worden als het aan jou ligt? Niet een specifiek voorkeur, maar De Mos zou wel voor mij wellicht een goede keuze zijn. De namen die ik gehoord heb van Pechtold en Schippers heb ik zoiets van, nou, laat die me lekker thuis blijven. En na al die VVD'ers, Van Aartsen met zijn aardappel in zijn bek en die huppelkut die we daarna gekregen hebben. Ik denk van, nou, dan zijn we, ja, laten we maar eens wat anders doen. Ja, u vond krikken niks? Ik hou van krikken, maar niet van haar. Ja, het is niet met 1 of 2 stemmen, het is echt met een enorme verschil dat Richard weer voor de 2e keer achter elkaar in een poll als beste uit de bus komt. Dus ja, hij moet gewoon burgemeester worden. Het is niet een klein voorsprongetje, maar het is een enorme voorsprong. Ja, het is een onafhankelijke steekproef. En die is wel overduidelijk inderdaad, dat de voorkeur naar mij uitgaat. Ja, dat is een enorme eer dat inwoners van de stad klaarblijkelijk vinden dat ik de nieuwe burgemeester moet worden. Ja, dat proces is helaas geen proces van de gekozen burgemeester. Dan had ik me zeker kandidaat gesteld. Ja. Ja, dat is natuurlijk toch een proces wat meer in de achterkamertjes plaatsvindt. Waarom is hij zo populair? Hij is er voor de mens. Hij heeft gezond verstand. Hij komt buiten. Hij is aanspreekbaar. En verstandig. Richard is bij van het volk. Ja, die gaan gewoon Duindorp in. Ja, zonder ME. Nou, ik heb nog niet eens gesolliciteerd. As we speak wordt natuurlijk de profielschets samengesteld. Die komt de commissaris van de Koning op 17 februari afhalen. Ja, en dan zegt mijn achterban dat ik moet solliciteren. Maar goed, de werkelijkheid is natuurlijk wel dat voor mij een vrijwel onmogelijke opgave wordt. Omdat ik niet verwacht dat ik uiteindelijk door die sollicitatie heen kom. Wat vind jij dat hij moet doen? Nou, solliciteren sowieso niet, daar is hij te goed voor. Hij moet gewoon gevraagd worden. Het moet voor de stad als Den Haag een recht zijn, een geluk zijn, dat hij ja zegt. En hij hoeft zich niet aan te bieden. Zeg maar. Precies. Gek genoeg twijfelt Richard nog, hè, of hij wel moet solliciteren hierop. Mede wegens ook het corruptieschandaal wat nog boven zijn hoofd hangt. Maar moet hij het niet gewoon doen? Hij moet het absoluut solliciteren, vol ervoor gaan. En ze kennen er gewoon niet omheen. Volle kiest, er wordt om gevraagd. Dus Richard als nieuwe burgemeester, dat zou het mooiste geschenk voor de stad Den Haag zijn. Richard, heel vervelend wat er gebeurd is allemaal. Maar we gaan gewoon door. En eerlijkheid duurt het langst. En jij bent onze man van de stad Den Haag. Top. Richard, niet twijfelen, gewoon doen en vol ervoor gaan. Hey Richard, jij of ik zou ik maar zeggen, maar de winnaar geeft een biertje weg. Yes! Hoi hoi!